Zou je iets meer kunnen vertellen over hoe jij tot dit thema bent gekomen, om dit thema te portretteren? Nou, eigenlijk, wij doen vanuit Stichting Open Mind allerlei maatschappelijke thema's. Brengen we onder de aandacht op deze manier. En zo hebben we deze vraag ook neergelegd bij verschillende gemeentes waar we mee samenwerken. En toen kwam ik in contact met het programma Geweld Wordt Nergens Thuis. En zij hebben ons gevraagd van, kunnen jullie iets bedenken wat die hele thematiek zeg maar in beeld brengt en aan de kaak stelt. Eigenlijk uit het breed onderzoek is gebleken dat de overheid heeft een hele grote taak, hè, als overheid. Wordt er van je verwacht dat je huiselijk geweld en kindermishandeling oplost. Ja. Maar de overheid die komt niet achter iedere deur. Wij komen daar wel. En het idee achter dit project is eigenlijk dat wij in samenwerking met voormalig slachtoffers en voormalig plegers het verhaal hebben opgenoteerd hoe zij de cirkel van geweld hebben doorbroken. Met wie ze dat gedaan hebben. En we hebben ze dus geportretteerd samen met degene die hen geholpen heeft. Omdat we vanuit die verhalen tips willen geven, wat kan jij doen op het moment dat je signaleert dat iemand in een benarde situatie verkeert. Dus in huiselijk geweld of in een geval kindermishandeling. En daar zijn allerlei tips uitgekomen. En met die verhalen, met deze prachtige, sterke portretten reizen we nu heel Nederland rond om dat gesprek op gang te brengen. Is er dan ook een route die ik kan afleggen om contact te krijgen, zodat ik net even een stapje verder geholpen kan worden? Ja, het programma Geweld Wordt Nergens Thuis is gelinkt aan de overheid en die hebben een website ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl. Daarachter staan een enorme range aan handelingsperspectief. Veilig thuis is ook een manier om je verhaal te delen en hulp te zoeken. Zowel als slachtoffer of als omstander. Lokaal zijn er ook heel veel initiatieven. En er is niet één weg. En jouw weg, die moet je toch proberen zelf uit te vinden. En de ervaring leert dat dat een lange weg kan zijn, omdat het heel moeilijk is. Vaak word je als slachtoffer geïsoleerd en daar moet je van los zien te komen. Je moet los zien te komen van de onderdrukking, van de schaamte, van de angst. En het is heel erg belangrijk dat je op een gegeven moment de kracht vindt. En dat hoop ik dat deze verhalen dat doen, want deze mensen zijn allemaal uit die situatie gekomen, dus het kan. En we hopen dat deze verhalen die steun en die kracht en die tools geven om daaruit te komen op jouw manier. Thank you.